Nou, we staan hier bij de trouwerij van Frits van Dijk en Yannick Meul, ook van Dijk bijna. En we hebben een leuk grapje uitgehaald als zijnde dat Frits een nieuwe doe-het-zelfzaak is geopend. En de Erfse kranten hebben netjes ingelicht. En de jongens uit Veghel zijn er helaas, of ja, hartstikke mooi ingetuind. We stonden op de voorpagina van de Stadskrant in Veghel met een bericht dat Frits en Yannick een nieuwe doe-het-zelfzaak open zijn. En zo staan we ook op Kliknieuws op de voorpagina en zo staan we ook op dagjeuit.nl op de voorpagina. Dus ik hoop dat morgen hartstikke druk wordt en we hebben cake en we hebben gebak en we hebben frisdrank en bier en springkussen, en alles. Springkussen voor de kids en ja, jullie zijn allemaal natuurlijk welkom en ja, tot morgen. Ja, dat kan Stijn beter vertellen. Oh. Ja, nee. Dat kan Stijn. Ik dus niet. Dat kan ik dus helemaal niet. Niet? Nee. Oh. Het was meer een doe-het-zelf. Kom morgen kijken en bellen wij. Wij zijn eens meewagen. Oké, okay. Bedankt jongens. Hey. Jij zit meer als de... Yannick en Frits, gefeliciteerd met jullie bruiloft. Dankjewel. Dankjewel. En hoe zit het nou met het verhaal van de Veghelse krant? Nou, dat zit zo. Wij gaan dus, we zijn vandaag in het huwelijk gestapt. En onze vriendengroep die probeert altijd een ludieke actie uit te halen om het te vieren. En in dit geval hadden ze de Veghelse krant en de Erfse krant bereid gevonden om een stukje erin te zetten over een opening van een zaak die er nooit komen gaat. Want het was een grap. Dus bij deze... Het gaat niet door. Opening is er morgen, dus niet. Oké, okay. Hey, maar in ieder geval bedankt. Ja, ja. Jullie bedankt. Oké. Okay.